Alle wegen leiden naar cyberweerbaarheid. Welkom bij dit webinar, waarin ik Hans Bosboom, de CISO van RDW, zal interviewen over zijn ervaringen met een Red Team onderzoek wat wij in het vorig jaar voor jullie hebben uitgevoerd. Dit webinar duurt ongeveer drie kwartier. De eerste half uur zullen wij een gesprek hebben over het Red Team. En ondertussen kunnen jullie vragen stellen via het panel. En wij zullen die aan het einde van het webinar behandelen. En ook al helemaal aan het staartje van het webinar willen we graag nog jullie vragen naar jullie ervaring met het webinar voor onze evaluatie. Maar laten we beginnen om ons voor te stellen. Hans, welkom hier in onze studio in Amsterdam. Jij bent de CISO van RDW. En je hebt voordat je bij RDW kwam 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Wat trekt je nou aan in het werken bij RDW? Ik vind het voornamelijk belangrijk de uitdagingen waar de RDW voor staat. Die zitten voornamelijk op het snijvlak ook van cybersecurity. Dus we hebben wat uitdagingen met autonoom rijdende auto's. Dat was voornamelijk een reden waarom ik bijzonder geïnteresseerd raakte. Tolheffing is een ander domein waar ook veel cybersecurity speelt. Mm-hmm. Dus het zijn een aantal, zo zijn er nog een stuk of 5, 6 onderwerpen waar cybersecurity in relatie in het voertuigendomein bijzonder interessant maakt. Dus vandaar mijn overstap naar de RDW. Ja, gaaf. En natuurlijk hebben we het ook gehad over de rijbewijzen en de kentekens waar jullie op passen voor Nederland. Ja, klopt. Dus dat hoort ook bij jouw taak. Absoluut, ja. In Veendam staan een aantal grote printers om al die kaartjes op een veilige manier te verwerken en bij de burger te krijgen. Ja, als heel tastbaar iets voor product. Ja. Ja. Mijn naam is Christoffel Klimby. Ik ben account manager in het public team van Secura. En ik ben vandaag de gastheer. We gaan met jullie hebben over het Red Team wat Secura heeft uitgevoerd bij RDW. Dit is de agenda. We gaan heel chronologisch doorheen. Hoe is het begonnen? Hoe is het allemaal gegaan? Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie eruit hebben gehaald? En op het einde dus de kans om vragen te stellen voor jullie. Het zou natuurlijk geen webinar zijn van Secura als we niet even kort vertelden wat wij voor organisatie zijn. Het belangrijkste is, wij zijn een bedrijf dat zich bezighoudt met de cyberbeveiliging. En dat doen we aan de hand van de aspecten, de mensen, de processen en de technologie. En dat maakt dit onderwerp vandaag ook zo relevant. Want bij zo'n Red Team heb je te maken met de gebruikers, de mensen in de organisatie, de processen en natuurlijk ook de techniek die toegepast wordt. En we hadden beloofd om hier een Nederlandstalig webinar van te maken. Maar onze missie is niks meer en niet minder dan Raising Your Cyber Resilience. Nou, dan over naar vandaag, naar de RDW en het Red Team onderzoek wat we gedaan hebben. En een Red Team is echt een realistische hackaanval waar jullie ons voor ingehuurd hebben om te kijken hoe ver jullie daarmee mee zijn. En we hebben ook even op een rijtje gezet van wat hebben we nou allemaal gedaan om dat goed uit te voeren. Dus we zijn begonnen met jullie om de kroonjuwelen, je had er een paar genoemd van RDW. Om die te benoemen. En we hebben met OSINT, dus op basis van openbare bronnen, hebben we gekeken naar wat zou een hacker nou allemaal van jullie te weten kunnen komen. We hebben social engineering op allerlei manieren ingezet, met phishing mails, met telefonische phishing. We hebben een mystery guest naar verschillende locaties van jullie gestuurd. Daar gaan we zo direct nog wat mooie voorbeelden van horen. En we hebben remote access boxen geplaatst. Natuurlijk hebben we ook technische aanvallen uitgevoerd. En we hebben gekeken, nou, stel nou voor dat er een ransomware aanval bij jullie zou zijn. Hoe zou dat dan in de praktijk gaan? En meteen een mooi bruggetje, Hans, naar die kroonjuwelen. Wat heb je eigenlijk afgesproken met ons over die... Wat zijn nou de kroonjuwelen van RDW? Ja, nou de twee belangrijkste kroonjuwelen zijn onze kernregisters. Dus het rijbewijsregister, het kentekenregister en het parkeerregister. Dat zijn toch registers die door tientallen partijen in het overheidsland heel veelvuldig worden bevraagd. En die een hele grote waarde hebben, maar ook voor burgers, privacygevoel.
gegevens bevatten. Dus dat zijn, daar zitten een aantal kroonjuwelen. En zo hebben we nog vijf vlaggen benoemd. Bijvoorbeeld een wachtwoorddatabase, CyberArk. Dus daar hebben we goede afspraken over gemaakt. Als jullie die weten te bereiken, dan, dan zijn jullie koning. Ja, ja, helder, helder. Ja. En, word je wel eens 's nachts wakker dat je denkt van, oh jee, mensen hebben in de rijbewijsdatabase gezeten? Ja, ik denk dat dat een uiteraard het meest schrikbarende scenario is. Dat we ofwel geransomwareerd worden, ofwel dat er een hele grote hoeveelheid data geëxfiltreerd is. En ja, dat is denk ik, dat zijn onze belangrijkste, ja, dat is onze grootste angst, om het maar zo te zeggen. En dat zie je door de hele organisatie. Dus dat daar. En dat is ook de belangrijkste reden waarom we voor zo'n red teaming hebben gekozen. Ja. Ik denk dat wij op het gebied van vulnerability management, het uitvoeren van pentesten, dat we het een en ander goed voor elkaar hebben. Mm-hmm. Maar die laatste stap, ga nou eens echt kijken om via allerlei geitenpaadjes toch binnen te komen. Nou, daar hebben we toch alweer een bruggetje over moeten gaan. Hè? Dus we moesten toch echt wel nou ja, die angst overwinnen. Gaat dat wel op een veilige manier? Hoe kunnen we dat op een veilige manier doen? Ja. En nou, dat is wat mij betreft helemaal gelukt. Nou, daar gaan we zo nog wat voorbeelden van horen. En, had je dan ook het gevoel dat je kwetsbaar moest opstellen om zoiets te gaan doen? Ja, dat is eigenlijk die voorfase. Redeneer je van ja, wat kan er toch fout gaan? Hè? Je wil voorkomen dat er dus grote hoeveelheden data uit het kernregister ingezien worden. Dat er bepaalde systemen niet beschikbaar raken door wat voor hackaanval dan ook. Dus dit moet heel gecontroleerd gebeuren voordat je. En dit moet je heel goed afspreken met een partij om dat uit te voeren. Aan de andere kant wil je wel de volledige diepte ingaan. En het maximale rendement eruit halen. Ja, precies. Met een hacker kun je ook niet van tevoren afspraken maken. Eens. Nee. Eens. Maar gelukkig met Secura wel. En hadden jullie al eerder zo'n red team-achtige oefening gedaan? Ja, er zijn wel eens ook wel eens wat social engineering activiteiten geweest. Maar zo'n integrale activiteit waarin we en social engineering en het fysieke testen en het technische testen, die combinatie hebben we nog nooit op deze grootschalige manier gedaan. Oké. Dus, en wat had je van tevoren verwacht als je naar je glazen bol keek? Ja, dat was heel duaal. Uiteraard hoop je dat je het goed voor elkaar hebt. En dat de kroonjuwelen niet geraakt worden. Nou, dat is ook gelukt. Er zijn geen. De kroonjuwelen zijn niet benaderd, om het maar zo te zeggen. En, maar aan de andere kant, je wil zo maximaal mogelijk leereffect hebben. En ik denk dat we dat ook hebben gerealiseerd. Dus op een aantal fronten hebben we bevindingen. Zijn daar goede acties geweest die aan op alle aspecten, dus op procesgebied, op het gebied van techniek, op het gebied van bewustwording bij mensen, hele waardevolle zaken hebben opgeleverd. Nou, mooi. En daar gaan we het nu ook eigenlijk al net over hebben. Hoe is het eigenlijk gegaan? Hoe is het onderzoek in jullie beleving verlopen? Ja, nou ja, het begon dus uiteraard met het vaststellen van die kroonjuwelen. Waar moeten jullie als hacker nou uiteindelijk, wat is jullie doel? Toen dat is vastgesteld, toen hebben wij intern ook een white team geformeerd. Mm-hmm. Dus een kleine club mensen die op de hoogte is van alle activiteiten die Secura of die de hackers zouden gaan uitvoeren, worden geïnformeerd. Dus of het nou een pentest is, of een phishing mail activiteit is, of het nou een bepaalde social engineering activiteit is. Het white team was daarvan op de hoogte en kon ook deescaleren. Indien gewenst. He, dus als er bij het SOC een bepaald systeem, als een verdachte activiteit afgingen. Ja, en ze hadden het idee van, nu is het dusdanig kritiek, dat systeem moeten we afsluiten. Mm-hmm. Konden wij inspringen
En aangeven, dit gaat om een test. En dat is wel een leuk voorbeeld. Bij de social engineering activiteit is een keuringsstation benaderd. Daar hadden we een hele alerte keuringsstation medewerker. En die heeft er ook voor gezorgd dat beide heren, die dus als netwerkmeters, ze kwamen met een opdracht vanuit ICT. Zo zijn ze binnengekomen, zogenaamd. En die alerte medewerker, die heeft ze in de kraag gegrepen. En heeft ze ook vastgezet. En die konden pas weer los nadat er een telefoontje naar het ICT-bedrijf en via het ICT-bedrijf naar mij om ze weer vrij te laten. Ja. En dat was gewoon iemand uit die vestiging en niet een Klopt. Security, een bewaker of zo? Een hele alerte medewerker. En daar zijn we later ook met een taart langs gegaan. Want dat soort medewerkers, die maken het verschil. En daar willen we de nadruk op leggen. Dat het kan iedereen overkomen, zo'n actie. Mm-hmm. Maar het gaat er dus om... Kan jij dat onderscheid maken en ben je dan ook volhardend genoeg? Want hackers die zorgen toch dat ze op de meest makkelijke manier binnenkomen. En je moet ze maar in de kraag weten te grijpen. Ja, en nog even leuk om daarop door te gaan. En je hebt ook verteld dat jullie een video gemaakt hebben van deze medewerker. Ja. Hoe is dat? Heb je dat gedaan? Nou ja, omdat we het zo'n. Het was zo tekenend hoe eenvoudig een hacker daarmee, binnen een keuringsstation binnenkomt. Daar hebben we er 20 van dat soort keuringsstations. En om iedereen daar op de hoogte te brengen van deze activiteit en om van deze alertheid van zo'n medewerker, zijn we een paar weken later zijn we teruggegaan met een camera en een cameraploeg eigenlijk. Een kleine cameraploeg. En hebben het hele verhaal in scène gezet. Die medewerkers, die zogenaamde werkers om het netwerk te meten, die kwamen hier aankloppen. En dat verhaal hebben we in 3 minuten weten vast te leggen. Mm-hmm. En dat filmpje kunnen we bij iedere bewustwordingsactiviteit kunnen we gebruiken. En kunnen we ook, dat verhaal vertelt zichzelf. En zo'n verhaal heeft er ook veel meer impact dan dat jij weer zegt van jongens, pas op, niet op phishing mails klikken. Of... Klopt. Of let op wie daar met je meeloopt. Kijk wie er aan je bureau komt zitten. Zorg dat je weet wie er op de gang rondloopt. En dat is een toch een moeilijker verhaal. En nu er zijn het medewerkers die dat zelf vertellen. Ja, maar wat gaaf. Ja. En dan, er zijn ook een aantal dingen bij diezelfde bezoek. Is onze collega's wel gelukt om het Dropboxen te plaatsen. Dat is ook een soort afluisterapparaat op het netwerk. En zo zijn ook bij het sturen van phishing mails... zijn ook een aantal collega's bij jullie die wel op het linkje geklikt hebben. Ja. Voor zo iemand die dat dan betreft... ik kan me voorstellen dat ze ook wat betrapt voelen. Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, ik denk dat je toch ook het positieve verhaal moet blijven vertellen. Kijk, 100% security bestaat niet. Dus ik denk, natuurlijk, 10% heeft op die link geklikt. En ik denk dat we daar ook niet aan ontkomen. Het zal blijven herhalen van waar moet je op letten. Dit was gewoon een hele goed opgezette phishing actie. Een Citrix loginscherm en de melding vanuit het ICT-bedrijf, het zogenaamde ICT-bedrijf. Er is een probleem met onze Citrix-omgeving en die hebben we helaas nog wel eens. Ja. Dat was voor medewerkers toch een makkelijke, of nee, juist een hele moeilijke om te herkennen. En die hebben daar een hele lastige valkuil. Maar goed, we trainen onze medewerkers op regelmatige basis. En dat is dat lastig. Ik denk dat we moeten weg van de schaamte. Er zal altijd een percentage blijven klikken. Mm-hmm. Maar als ze maar tijdig aan de bel trekken. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. En ik heb ook begrepen dat jullie om te voorkomen dat deze mensen die op die phishing mails hadden geklikt, dat die nou zelf heel erg daar rot over zouden zijn, dat jullie ons anonieme accounts hebben gegeven om op door te gaan met hacken, in plaats van de account van die mensen zelf. Ja, maar dat was niet...
Minder vanwege dat die mensen zich nou zo heel schuldig voelden. Maar stel nu dat je met dat account malafide handelingen zou doen op een van de kernregisters of een van de aanpalende systemen. We wilden echt voorkomen dat een medewerker nooit kan zeggen, ja, maar dat is destijds gebeurd met die hackaccount. Ja. Vandaar dat we die veiligheid hebben ingebouwd. We willen voorkomen dat medewerkers daar met verdere acties betrokken zouden zijn. Okay. Dus dat is gewoon een veiligheidsaspect geweest, eis die wij hebben gesteld. Ja, nou, daar konden we heel prima mee verder. En, je vertelt net al, dit was je hebt altijd een blue team, dat is jullie beveiligingsteam. Ja. Je hebt het red team, dat waren wij. En het white team, dat is de schakel precies. Die ervoor zorgt dat als er iets events waren, dat jullie wisten van dat gaat dan gebeuren. Ja. En, hoe is die samenwerking gegaan? Nou ja, ik denk dat een hele goede wisselwerking is geweest. Enerzijds met de Signal appgroep heel snel op de bal kunnen spelen. Mm-hmm. Want deze actie wordt nu uitgezet. Kunnen jullie eens informeren of opgemerkt wordt, is het oké dat we op dit moment deze actie gaan uitvoeren of kunnen we dat beter begin volgende week doen? Dat soort samenwerking heb ik als heel prettig ervaren. Wij konden ook stukjes delen van informatie konden verschaffen, waardoor het redteam gerichter op het doel af zouden kunnen gaan. Dus dat is van allebei de kanten is dat heel positief geweest. En dat heeft er ook voor gezorgd dat we dit resultaat hebben behaald. Ja. Want jij zat zelf ook in dat white team, hè? Klopt. En hoeveel mensen zitten dan in zo'n white team? We hebben ervoor gekozen om dat met 5 man te doen. Oh ja. Dus 1 of 2 echte netwerkspecialisten. En 1 meer systeemspecialist. En dan nog een security officer. Oh ja. Ja. Want het is natuurlijk ook zo, op het moment dat zo'n red team actie bekend wordt bij je mensen, dan gaan ze natuurlijk zich anders opstellen. Ja, dan worden ze extra alert. Het was onze optiek om dat zo geruimd mogelijk te doen. Dus er waren ook maar in de hele organisatie misschien maar een naast het white team waren er nog maar 4 of 5 mensen extra geïnformeerd. Dat is het moment dat we aan de slag gaan en dat de actie in gang wordt gezet. Ja, want ik begrijp ook van mijn collega's die dan in het red team zitten, die er ook echt alles aan proberen te doen om het zo veel mogelijk onder de radar te doen. Ja. En vandaar ook het white team waarmee je dan toch even kunt overleggen van wat gaan we doen, wanneer, precies. Dat soort zaken. Precies, ja. En wat ik me ook nog afvroeg, we hebben toen ook technische aanvallen gedaan, en zegt echt de hacks op jullie omgeving. Wat heeft het Blue Team daarvan gedetecteerd? Ik ga natuurlijk niet over alle details. Dat hebben we ook al gesproken. Ja. Maar ik denk dat daar een heel groot gedeelte gedetecteerd is. Dat we op sommige onderdelen misschien wat sneller hadden kunnen reageren. Mm-hmm. Maar ik denk dat alles zeker wel opgemerkt is in een vroegtijdig of later stadium. Maar daar is zeker aan de proceskant. Dus het SOC heeft een heleboel gedetecteerd. Mm-hmm. En ook doorgezet naar betreffende service teams. Maar dat daar bijvoorbeeld nog wel eens wat snelheid in gewonnen kan worden. Oh, ja. Dus de opvolging van, oké, we hebben daar toch wel hele verdachte patronen gezien. Of mm-hmm. verdacht verkeer. Ja. En dat is denk ik, dat zijn de leermomenten. Dat zijn de goede leermomenten die we hieruit trekken. Ja, dus een van de learnings eigenlijk al. Ja. Daar gaan we zo nog uitgebreid over praten. Ik zag net al een vraag binnenkomen van iemand die vroeg, hoe lang heeft nou dat hele red team geduurd van start van het project tot aan de rapportage? Ja, nou, het start van het project, dan denk je ook aan de contractfase. Maar ik doe echt vanaf het moment dat vanaf het moment dat de eerste hacker aan de slag is gegaan, heeft 3 weken geduurd. Dus een doorlooptijd van 3 weken. En dat is niet fulltime hacken geweest. Maar een doorlooptijd van 3 weken zijn alle doelen bereikt. Ja. En
Laten we dan ook eens doorgaan naar wat jullie eraan aan gehad hebben. En jullie hebben natuurlijk een rapport van ons gekregen. En, ja. We hebben daar ook samen presentaties gedaan voor jullie mensen. Ja. Kunnen we daar misschien wat uitgebreider op ingaan, wat je eraan aan gehad hebt? Ja. Specifiek over die bewustwording is denk ik een hele belangrijke, heel belangrijk aspect geweest. Als eerste hebben we alle resultaten met ons eigen SOC doorgesproken. Mm-hmm. Daarna met ook onze leverancier Fujitsu voor de werkplek. Want er zijn ook wat bevindingen uitgekomen. En daarna hebben we een grote sessie georganiseerd voor al het ICT-personeel. Waar een kleine 150 man zijn geïnformeerd over de bevindingen. En ja, die zitten op allerlei vlak. En dat is het leuke aan zo'n uitgebreide test. Het is niet alleen een technische kwetsbaarheid waar iemand of waar een hacker misbruik van heeft gemaakt. Maar het is ook gedrag waar we toch nog steeds tegenaan lopen. Ik kan een klein voorbeeldje geven. Graag. We hebben verschillende domeinen. En het is natuurlijk, er zijn medewerkers die hebben op meerdere domeinen een account. En hoe makkelijk is het om voor die meerdere domeinen één en hetzelfde wachtwoord te gebruiken? Maar dat is precies waar een hacker op zal aanslaan. Ja. En dat is, je creëert meerdere domeinen om het zo moeilijk mogelijk te maken om van een iets lager geclassificeerd domein of een domein met specifieke resources over te stappen naar een ander domein. Ja. En dat is, daar zie ik op gedrag echt nog wel een aantal verbeteringen. Ander voorbeeld is MFA. We hebben eigenlijk altijd gedacht multifactor authenticatie. Dat dat toch wel de oplossing is tegen wat voor zwak wachtwoord dan ook. Zwakke wachtwoorden blijven altijd een heikel punt. Mm-hmm. En nou ja, we hebben nu toch ook geconstateerd dat multifactor ook te omzeilen valt. Met weliswaar wat nodige moeite. Maar daar is ook het een en ander mogelijk. Dus dat zijn zaken waar je met deze red teaming actie veel beter een goed verhaal kan brengen dan dat je een medewerkerssessie hebt waarin je weer gaat vertellen over phishing mails. E-learning een e-learnings, daar worden medewerkers toch wel, en hier zie je direct de resultaten. Ja. En ik vind het allerbelangrijkste resultaat, dat vind ik ook nog het leukste om te vermelden, na 3 weken, zijn de kroonjuwelen niet bereikt. Dus het is wel enerzijds een positief verhaal. Mm-hmm. En anderzijds toch ook, maar hier hebben we toch leermomenten. En die worden eigenlijk heel goed onderkend. En dat is denk ik de kracht ook geweest van die sessies. Zeker. En ook als je 150 mensen op de been weet te krijgen, dat is ook niet zomaar gebeurd. Klopt. En, nou ja, en die hebben we herhaald in Veendam en ook in Zoetermeer. En daar zijn ook grote hoeveelheden mensen op afgekomen. Zijn dat die zeepkist-sessies waar je het over Klopt. Had? Oh, ja. Dan gaan we gewoon op de zeepkist en dan gaan we het verhaal vertellen. En ja, nogmaals, het vertelt makkelijk. Je praat ook makkelijk, dus dat helpt ook. de uitkomsten die uit het rapport zijn gekomen, is het ook wat je een beetje verwacht had? Nou ja, de verwachting, we hebben daar heel nadrukkelijk ook om gevraagd. Het moet leereffect opleveren. Ja. En dat heeft het zeker gedaan. Dus ik denk, nogmaals een belangrijke constatering van Secura is geweest. We hebben geen grootse kwetsbaarheden gevonden, waardoor we moeten constateren dat de achterdeur volledig open staat. Dat vind ik heel prettig om te kunnen vertellen. We hebben onze security gewoon goed op orde. Mm-hmm. Maar aanscherpen van een hoeveelheid gedrag, aanscherpen van een hoeveelheid kleine procesverbeteringen, dat heeft precies opgeleverd wat ik gehoopt had. Oké, dat goed. En ik had ook van jou nog een aantal belangrijkste lessen aangekregen. Die heb je ook op een slide gezet. Ja, we hebben er al een paar heb ik er natuurlijk aangestipt. Ja. Hè? Bewustwording is denk ik de allerbelangrijkste. En als ik even ook doorheen loop. Die bewustwording, misschien val ik in herhaling. Ja. Ook eigenlijk dat je zegt, doordat je niet alleen bewustwording doet met theoretische voorbeelden, maar zaken uit de praktijk van de RDW'ers.
dat het veel meer tot de verbeelding spreekt en meer impact heeft. Ja, absoluut. Ik denk dat het in iedere organisatie heb je bepaalde type medewerkers die moeilijk te bereiken zijn. Die gaan niet achter een e-learning sessie zitten. Dat zijn bij ons bijvoorbeeld de medewerkers bij keuringstations. Oh ja. Ja, die staan 7, 8 uur lang staan ze in een smeerput te meten en auto's te keuren. Ja. En als je die met zo'n kort filmpje van 3 minuten bewust kan maken, ja, dat levert heel veel, heel veel waarde. Ik heb zelf ook een rol daarin, ook al ben ik is niet mijn. Ja, die hoef je niet mee te nemen in allerlei technische details. Maar wel, maar wat kan zo mee met burger die zijn auto komt laten keuren, wat voor kwaad kan die ook nog in de zin hebben? Ja, waar je het niet op rekent. Waar je zeker niet op rekent. Wat er gebeurt. Ja, en ik kan natuurlijk blijven hameren. Doe met Ctrl-Alt-Delete, doe je scherm lokken. Maar dat werkt toch wat anders. En, ja. En nu wordt het verhaal door een eigen medewerker verteld. Dus dat is krachtig. Ja, heel goed. En je hebt die ook preventieve maatregelen genoemd. Ja. Ja, goed, op de werkplek, wij hebben een Citrix-omgeving en dat is in principe een hele veilige omgeving, wordt heel veel in het land nog gebruikt. Maar toch hebben we daar ook nog wel weer wat kunnen leren. Toch de ouderwetse macro's die misbruikt konden worden. Dus dat waren echt nog wel wat eye-openers. Ja. Even kijken. En zo waren er nogal wat kleine kwetsbaarheden die ergens halverwege het netwerk zaten. Die misbruikt konden worden. Nou, dus die zijn jullie nu, of die heb je opgelost? Die hebben we opgelost, ja. En nou, als je nog een prachtig woord, het stekkermandaat. Ja, ja. Dat is typisch misschien wel over. Nou, nee, dit wordt veel gebruikt in security operation centers. Zodra bepaald verkeer of bepaalde gedragingen van servers over een bepaalde limiet heen gaan of bepaalde zaken geconstateerd worden, dan wil je als SOC snel kunnen handelen. Ja. En daar heb je natuurlijk de spanningsveld tussen dienstverlening en uiteindelijk wat een SOC zou willen. En daar hebben we een stekkermandaat voor. En dat moet formeel worden afgetikt. Wat mag het SOC zodra ze bepaalde verdachte gebeurtenissen zien op een server? Ja, dat ze niet eerst 10 mensen hoeven te bellen. Precies. Maar gewoon weten van Ja, moet er wat gebeuren. Nou ja, dit kunnen wij met deze op dit niveau kunnen wij aftikken, een bepaald netwerk afsluiten of een afkoppelen of een bepaalde dienst uit de lucht halen. Ja. Een website downbrengen. Dat zijn allemaal zaken dat moet tegenwoordig veel sneller dan in het verleden. Ja, en dan moet je gewoon weten wanneer het mag of moet. Ja. Ja, helder. Oké. Nou, dat brengt ons bij het laatste onderdeel van dit webinar. Dat zijn de kijkersvragen uit het land. Dus ik ga even kijken wat hier allemaal binnen is gekomen. En mensen, blijven die vragen ook vooral stellen. Dan gaan we kijken hoeveel we daarvan kunnen beantwoorden in deze sessie. Even kijken, dat is hier een vraag. We hadden het al even over de kroonjuwelen. En iemand vraagt... Had RDW die kroonjuwelen vooraf eigenlijk al helemaal scherp? Of is het juist in de gesprekken met Secura dat jullie dat nog duidelijk hebben gekregen? Nee, we hadden de kroonjuwelen al best wel lang scherp. Die hebben we ook nodig voor bijvoorbeeld business continuïteit plannen. Dus we hebben daar eigenlijk een goede lijst beschikbaar. Ja, oké. Okay. Eigenlijk alle systemen bij de RDW zijn netjes geclassificeerd. Ja. BIF, beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid. Mm-hmm. Dus nee, die hadden we... Oh, wel, dat was een makkie. Scherp. Ja, dat was een makkie. En hier is nog een leuke vraag. Hebben jullie ook een phishing alert button? Zodat het SOC snel kan reageren? Ja, wij maken gebruik van KnowBefore. En daar zit in Outlook, hebben we daar een button om phishing mails te kunnen rapporteren. Oh ja, dus er kan een medewerker kan dat aanmelden. Ja. Ja. Even kijken. En dat brengt zeker, dat levert zeker voordelen op. In oktober hebben we ook nog een phishing-campagne gedaan, waarin we echt nadrukkelijk op het gebruik van die phishing-mail-button actief hebben gestimuleerd bij medewerkers. En komt dat vaak voor eigenlijk? Dat mensen op
klikken? Nou, zeker bij de campagnes dat we ze zelf uitsturen. Gelukkig gaat dat percentage steeds omhoog. Aha. Dus ik geloof dat we de laatste keer 55% hadden. Dus 55% van de medewerkers hebben actief geoormerkt, om het maar zo te zeggen. Ja. Dat vind ik misschien nog wel belangrijker dan de mensen, de hoeveelheid mensen die erin zijn getrapt. Ja, ja. Ja. Want nou ja, uiteindelijk, als het om het echi gaat, dan wil je dat medewerkers toch alert zijn en zo'n eerste medewerker die kan een heleboel ellende voorkomen. Ja, absoluut. Ja. Even kijken, hier een lange vraag, maar ik ga hem gewoon even voorlezen. Dus welke invloed gaan de bevindingen op de cyberstrategie van het RDW hebben? Dus van het threat team. Staat nu middels deze sessie cyber op de kaart bij het bestuur? En gaat het management cyber meenemen in de strategische doelstellingen? Een mooie vraag. Nee, uiteraard staat die, in onze strategie hebben wij testen een hele prominente rol al gegeven. Dus ja, en het tweede deel van de vraag, staat cyber op de kaart bij het bestuur? Dat is ook ja, want... Nou ja, alleen al de commitment verkrijgen voor een red teaming sessie, dat is door onze directeur afgegeven. Dus die ziet absoluut de meerwaarde en het belang van dit soort sessies. Ja, en ik kan me voorstellen dat je dan nu met deze voorbeelden, dat het ook tot hun verbeelding spreekt uit het rapport. Ja. Ja, nou, ik moet even lachen, maar dat heeft te maken met, dat is een interne. Interne, die houden aan jezelf. Ja. Ja. Even kijken, iemand die zegt, heel interessant, erg bedankt voor de openheid en kennis daarin, dus die kunnen we alvast in onze zak steken. Even kijken. Een deelnemer die vraagt, hebben jullie advies voor een goede manier van delen van gevoelige informatie binnen de organisatie? Ja, dat is natuurlijk best een brede vraag. Kun je daar in deze context echt wat mee kunnen? Nou ja, we hebben verschillende informatie-uitwisselingsplatformen, maar dat is ook nog van de ouderwetse fileserver. Tot aan, we maken ook gebruik van Office 365 en verschillende, één of nee, zelfs twee archiefsystemen waarin een heleboel informatie wordt opgeslagen. Ja. Dus ja, ik weet niet precies wat de achtergrond is van deze vraag. Maar... Dat is natuurlijk jammer, we kunnen niet even zeggen. Nee. Geef nog wat context. Maar... Nee, maar er is, nou ja, ik denk dat een belangrijk onderliggende vraag is, hebben wij al onze informatie geclassificeerd? En in de kernregisters, daar is dat allemaal netjes op orde. Mm-hmm. Ongestructureerde data, daar moeten we zeker een ontslag maken. Okay. Er wordt een deel wordt wel geclassificeerd, maar dat kan absoluut beter. En dat helpt dan ook weer met het op de juiste manier beveiligen en op de juiste manier wel of niet uitwisselen. Want daar blijft altijd een uitdaging zitten. Een soort spanningsveld. Ja, ja. Wat kunnen we wel delen, wat kunnen we niet delen en op welke manier? Ik snap het. Ja. Nou, het viel haast te verwachten. Het langste woord van deze sessie, stekkermandaat, heeft toch ook een extra vraag opgeroepen. Okay. En er is iemand die vraagt. Wie heeft het stekkermandaat bij RDW? Is dat nog gelaagd? Uiteindelijk zal dat een gelaagde mandaat worden. We zijn nu eerst bezig om het stekkermandaat voor het SOC op orde te krijgen. En ook formeel geaccordeerd te krijgen. Mm-hmm. Maar ik denk zelf dat er op verschillende niveaus gekeken moet worden. He, dus het afkoppelen van netwerken, afkoppelen van bepaalde dienstverlening. Ja, daar zal misschien een gelaagdheid in ontstaan. Dus de eerste prioriteit was, waar we dus ook tijdens de red teaming tegenaan lopen, zijn gelopen van, ja, wie heeft nou eigenlijk, met wie moeten we nu afstemmen om dit deel of deze server daadwerkelijk af te koppelen. Ja. En we komen een beetje bij de laatste vraag, ook vanwege de tijd. Wat vond het Blue Team van deze oefening? Ja, goede vraag. Daar waren we natuurlijk een klein beetje al wel mee bezig, hè, om het Blue Team voor te bereiden. Dat we deze maanden een red teaming actie zouden doen. Ik denk dat het Blue Team bestaat uit verschillende
teams eigenlijk. Hè? Niet alleen het SOC heb ik beschouwd als Blue Team, maar ook serverbeheer, werkplekkenbeheer, netwerkbeheer. Dus verschillende teams zijn onderdeel van het Blue Team, maar we hebben het meest geschakeld met het SOC. En die hebben ook heel nadrukkelijk aangegeven dat ze ook graag met Purple Teaming verder willen. Dus wat genuanceerder met use cases aan de slag en sneller de respons. Ze vonden de termijn tussen, nu ergens is de red teaming actie aan de gang. Ja. En wat is er nu precies gevonden? En we hebben wel wat gezien en we hebben daar vragen over. Daar was voornamelijk wel wat zorg over van, kunnen we dat niet kortcyclischer doen? Ja. En ik denk dat Purple Teaming daar heel goed invulling aan geeft. En dat staat ook op de agenda voor dit jaar. Door alle kleuren zullen mensen misschien even het spoor bij ze zijn. Maar voor wie het niet weet, Purple Team is als je niet het geheim doet, maar dat medewerkers van ons Red Team echt samen zitten met jullie Blue Team. Ja. Om echt te zien van, wij doen nu deze aanval. Wat zien jullie? Dat is wat we met een Purple Team bedoelen. Klopt. Dus dat staat eigenlijk jullie... Het staat op een flanglijstje. Voor dit jaar. Ja. Ja. Onderdeel van onze strategie. Iemand vraagt hier nog, hoe vaak wil je Red Teaming gaan herhalen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zelf dat dat niet jaarlijks zal gebeuren bij de RDW. Wij gaan dit jaar ook meedoen met Isidor. Dus een overheidsbrede... rampoefening eigenlijk, cyberoefening. Ja, cyberoefening. En dat heeft natuurlijk niet de lading van een hele specifieke red teaming zoals we dat nu hebben uitgevoerd. Maar heeft daar wel iets van weg. Dus ik denk zelf om het jaar. Dat effectief is. Gecombineerd met die Purple Teaming. Ja, gecombineerd met Purple Teaming. Ja. Ik ga even kijken of ik nog een laatste vraag kan vinden. Want er zijn echt heel veel vragen gesteld. We zullen ook kijken dat we die vragen nog kunnen beantwoorden. Eventueel offline. Even kijken. Ja, doen jullie zelf ook Red Team testen? Nee. Daar kan ik heel open over zijn. Daar heb je wel een bepaalde expertise voor nodig. En misschien dat we dat in de toekomst willen gaan, ons SOC ook daarin willen gaan uitbreiden. Mm-hmm. Maar je hebt echt wel een bepaalde expertise en ook tijd voor nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dus dat onderzoek hebben we wel gedaan uiteraard. Van kunnen wij een bepaalde vorm van red teaming zelf uitvoeren? Maar we hebben echt besloten om toch een gespecialiseerde partij daarvoor in de arm te nemen. Helder. Ja. Nou, ik heb zelf eigenlijk nog één afsluitende vraag. Dus wij doen na elk project een evaluatie met de klant. Een vraag om een vragenlijst in te vullen. En wij kregen een beetje... rode wangetjes. We kregen een 9 van jullie als rapportcijfer. Ja. Hartstikke trots op. Maar wat hadden we moeten doen om een 10 te krijgen? Een 10? Ja, ik heb zelf die evaluatie ook ingevuld. En ik weet het oprecht niet. Ik heb naar het rapport gekeken. Ik heb natuurlijk naar de samenwerking gekeken. Ik heb naar de resultaten gekeken. Ik heb alles als heel prettig ervaren. En ik denk dat een 9... Er is altijd ruimte voor verbetering. Laat ik hem daarop houden. Dat is voor de meester. Bijvoorbeeld, ja. Kijk, anders dan... dan is er ook geen reden om de volgende keer nog harder je best te doen. Dus ik denk dat die daarin zit, dat ene puntje. Dat steken ik en mijn collega's in onze zak. Ja. Dus zoals gezegd, de vragen die we nog niet beantwoord hebben... Die zullen we ook in kijken of we die nog schriftelijk kunnen beantwoorden naar degene die ze gesteld hebben. En we sturen aan het einde van dit webinar nog een evaluatie ook van het webinar. Dus daar hopen we ook nog een paar negens te verzamelen. Als jullie nog vragen hebben over red teaming in het algemeen. Of over wat Secura daar voor jouw organisatie zou kunnen betekenen. Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's. Maar we gaan hier afronden. Ik wil Hans enorm bedanken dat je zo openhartig hier hebt gesproken over het Red Team project. En ik denk dat het heel waardevol is voor heel veel mensen. Niet voor niks dat ook zoveel mensen zich hadden opgegeven en hebben deelgenomen. Dus
enorm bedankt. Ik vond het leuk. Nou, en ik vind red teaming een leuk onderwerp om over te praten. Dus, dat merk ik. Ja. Helemaal goed. Mensen, dan gaan we afronden. Dank jullie wel voor jullie deelname. En, wat me hier heel interessant is, dat we hebben veel webinars bij Secura. Je kunt ze ook altijd terugkijken. We nemen ze op. Ze staan op onze website. En op de website staan ook de webinars die de komende tijd gegeven gaan worden. Wij gaan afsluiten. Dank jullie wel en tot ziens.